Ja, ik weet het nog heel goed. Het was een vrijdagmorgen. Ik was in de tuin aan het werk en ik kreeg een melding. Er was een persoon in de buurt en die had een hartaanval. Die man was zo in elkaar gezakt. Ik had toevallig net 2 maanden geleden een reanimatietraining gevolgd en me toen aangemeld bij hartslagnu.nl. Ja, het is toch echt wel schrikken als je zo'n melding echt krijgt. In die melding stond dus of ik er naartoe wou gaan om te reanimeren. Nou, dan schrik je toch wel. Ja, eigenlijk verwacht je niet dat je opgeroepen wordt om hulp te verlenen. Ja, ik was boodschappen aan het doen en gelukkig heb ik altijd mijn telefoon bij me. Toen kreeg ik een melding dat ik een AED moest gaan halen. Dat was bij de brandweerkazerne op de hoek. Daar hebben ze net een nieuwe AED opgehangen. Toen ik aankwam was er al iemand aan het reanimeren. En van diegene begreep ik dat 112 al gebeld was en dat de hulpdiensten onderweg waren. Het feit dat de AED in de buurt hangt, dat is gewoon van levensbelang. Je redt er gewoon levens mee. Achteraf kreeg ik nog een telefoontje van de politie. Nou, het slachtoffer had het gehaald en hij maakt het goed. Dus dat is echt wel heel gaaf hoor, dat je daar gewoon bij kunnen helpen. Wil je ook helpen?